Maar ja, ik zou iedereen hier aanwezig in ieder geval bedanken voor de komst. Voor de sponsors bedankt voor de bijdrage. Aan de vrijwilligers bedankt dat u zich vrijwillig inzet om dit ook dit jaar een geweldig samen zijn te laten zijn. En ik zou er maar een hartelijk applaus voor willen vragen. En ik bij deze officieel geopend. Ja, wat ga je met kerst doen? Nou, gewoon zoals denk ik iedereen met vrienden en familie kerst vieren. En we hebben een heel schema langs opa's, oma's, familie en schoonfamilie. Dus lekker eten. En ook cadeautje uitpakken? Nou, wij vieren vooral Sinterklaas, maar een klein kerstcadeautje zit er altijd wel in. Kijk. En ga je nog iets leuks doen met het nieuwjaar? Vast wel. In ieder geval vuurwerk kijken. En we zullen nog even kijken met welke vrienden en familie we het gaan doen. Maar dat zullen we in ieder geval ook weer met lekker eten doen en gezelligheid en vast een spelletje erbij ook. Ga je nog iets leuks doen met kerst? Ja, we gaan zoals heel veel families denk ik samen met de familie kerst vieren. En dat betekent bij ons dat we altijd met elkaar wat lekkers klaarmaken en bij elkaar zitten. En ja, vooral het gezellig hebben denk ik in deze tijden. Zit er ook kerstcadeautje bij? Nee, wij doen niet een kerstcadeautje. Wij hebben Sinterklaas gedaan dit jaar. Maar goed, wij hebben kinderen en daar zijn ook opa's en oma's bij. En die kunnen het vaak niet nalaten om toch nog iets kleins mee te nemen. Ga je nog iets leuks doen met kerst? Ja, uiteraard eten en werken. Met de kerst zijn wij druk met de bestellingen voor de mensen die vuurwerk aanschaffen. En maken we de bestellingen klaar voor hetgene wat besteld is. En dan ben je al met kerst mee bezig? Daar zijn wij nu al volop mee bezig. Oh, echt waar? Ja. En hoeveel heb je een beetje beeld hoeveel mensen al, of hoeveel kilo al besteld is bij jullie? Kilo's, dat kan ik niet inschatten. Alleen zijn mensen die zijn nu echt actief om hun bestelling te plaatsen. En er zeker van te zijn dat er spullen er zijn. Maar ja, we hebben voldoende in voorraad, dus ze kunnen ook gewoon tijdens de verkoopdagen langskomen. Heb je nog een mooie kerstboodschap of een mooie nieuwjaarsboodschap voor de Gorkumers? Ik heb een nieuwjaarsboodschap voor de Gorkumers. Ik wens ze allemaal een heel mooi en gezond 2020. Met veel leuke dingen in de stad. Ja, dat moet wel lukken volgens mij. Als ik zo deze mooie schaatsbaan zie. Heel erg leuk, heel erg leuk. En het is nog maar het begin, denk ik. Ga je nog iets leuks doen met kerst? Dat is een goede vraag. De kerst komt eigenlijk altijd verrassend snel. Dit is nu. Nee, met de familie. Twee dagen schoonfamilie en dan met mijn eigen familie hier in Gorkum. Dus. Gewoon lekker traditioneel? Lekker traditioneel. Maar niet met te veel eten, gewoon gematigd. Dat is prima. Ik wou net zeggen, want dan moet je wel op letten natuurlijk met aankomende sporten wat je gaat doen. Ja, op zich valt het mee. Als je veel hard loopt, dan hoef je er niet zo op te letten juist. Ja. Dan loop je er toch wel op. Ga je hem ook met de Centrum meedoen? Nee, dat niet. Nee? Oké. Okay. Ga je nog iets leuks doen met kerst? Ja, zeker. Zoals we elk jaar komen we bij elkaar en lekker maaltijden. En dan denken we aan minder bedeelden en inwoners van onze stad die gezondheidsproblemen hebben. Op die manier wensen we dat alles goed komt. Thank you.
spelen.